Goedemorgen, meneer De Groot. Welkom in het Linotype 2000 informatiecentrum. Gaat u er maar eens rustig voor zitten. U wilt dus meer weten over de nieuwe Linotype serie 2000. Ik ben ervoor geprogrammeerd om u uitvoerige informatie te verstrekken. Fijn. Laat u dan nu maar eens zien wat u kunt. Ik wil graag weten wat de serie 2000 zoal kan. En welke voordelen ze me biedt. Hoe zit het met de software en welke mogelijkheden zijn er? Neemt u me niet kwalijk, meneer De Groot, als ik u onderbreek. Maar laat mij u eerst een korte introductie geven. Kijkt u even mee naar monitor 1. De serie 2000 is de nieuwe werkstationfamilie van Linotype. De serie 2000 is geschikt voor alle soorten zetwerk, maakt elektronische beeldverwerking voordelig en staat open voor toekomstige ontwikkelingen. Uitgebreide en efficiënte softwarepakketten vormen het brein achter de serie 2000. Composition 2000 is een programma voor professioneel zetwerk dat is gebaseerd op een speciaal ontwikkelde taal, Linotype Composition Language, oftewel LICO. Pagina's kunnen er moeiteloos mee opgemaakt worden en ingewikkelde tabellen en formulieren zijn er gemakkelijk en snel mee te zetten. Intelligente subprogramma's ondersteunen de gebruikerseisen en automatiseren regelmatig voorkomende systeemprocedures. Als tabelformaten bijvoorbeeld worden gewijzigd, dan wordt het lijnenpatroon door de software overeenkomstig aangepast. In deze subprogramma's of macro's zijn variabele definities op te nemen en ze worden bij bepaalde procedures automatisch in werking gesteld. Neem bijvoorbeeld het zetten van initialen. Na oproep van de macro rekent het systeem zelf de benodigde inspringingen uit. En als u toch nog hulp nodig hebt, dan kunt u met één toets een toelichting op de commando's aanvragen. Ingewikkelde functies worden met bijbehorende voorbeelden verduidelijkt. Commando's voor bestandsbeheer en de nodige toelichting kunt u op dezelfde manier opvragen als elke andere functie die u nodig hebt. En voor al deze hulpfaciliteiten hoeft u uw werk niet te onderbreken. Maar nu weer terug naar het programma. Editor 2000 is de software voor moeiteloze invoer en bewerking van tekst. De gebruiker wordt begeleid door een uitgebreid menu. Via de commandogenerator worden eerst alle zetparameters ingevuld op het beeldschermvenster en dan automatisch in het zetwerk ingevoegd. Alle commando's verschijnen naar keuze compleet op het scherm en duidelijk te onderscheiden van de tekst. Of ze worden onderdrukt en als driehoekjes weergegeven. Om teksten te vergelijken of te combineren, kunt u het scherm splitsen in maximaal 9 vensters. Elk venster kan een verschillend bestand bevatten en als afzonderlijk scherm worden bewerkt. En meneer De Groot, is de software van de Editor 2000 gebruikersvriendelijk of niet? Ja, maar wat mij echt interesseert is zetwerk met ingebouwde grafieken en foto's, begrijpt u? Het complete pagina-layout. Wat kan Linotype en de serie 2000 mij daarin bieden? Wilt u nu even kijken naar monitor 4? Ik ben blij dat ik u kan laten zien hoe enorm flexibel en veelzijdig ons nieuwe systeem op dit punt wel is. Ook iets bijzonders van de serie 2000 is de Graphic 2000 software. Deze voldoet aan alle eisen voor het verwerken van zwart-wit lijn- en halftoonafbeeldingen en aan de eisen voor een efficiënte en optimale tekst-beeldintegratie. Originele worden of door de nieuwe Linotype Scanner 20 afgetast of als PostScript files overgenomen van grafische en DTP-programma's en vervolgens opgeslagen. De beeldverwerking omvat mogelijkheden als vergroten en verkleinen, roteren, spiegelen, omkaderen en uitsnijden in meetkundige of andere figuren. Verder kunt u de gradatie veranderen tot aan omzettingen negatief toe en de rastertoonwaarde zowel in de lichte als in de donkere partijen aanpassen aan de eisen. En tenslotte heeft u de keuze uit ronde, elliptische of vierkante puntrasters en uit lijn- of korrelrasters. Evenals bij de tekst wordt de beeldintegratie in de gewenste paginaopmaak door het systeem uitgevoerd. De gebruiker hoeft de afbeelding alleen maar een naam mee te geven.
Momentje. Dat ziet er inderdaad allemaal uitstekend uit. Maar hoe weet ik hoe de complete bladzij eruit ziet? Zie ik dat dan pas na de belichting? Kort en krachtig, nee. De oplossing heet Preview. Kijkt u maar naar monitor 2. Preview is het weergaveprogramma voor hele pagina's, dus met tekst en afbeeldingen. Het werk is eenvoudig te controleren zonder proefbelichtingen te maken, wat tijd en kosten bespaart. Omvangrijke zetopdrachten kunnen pagina voor pagina worden doorgebladerd. Het beeld op het scherm kan worden verkleind of vergroot en verticaal of horizontaal worden gescrolld. En de cursorpositie wordt altijd weergegeven in de exacte X- en Y-coördinaten. Kortom, Preview voorkomt onaangename verrassingen en spaart uw zenuwen en uw geld. Ik hoop dat dit uw vraag beantwoordt. Jazeker. Maar ik geloof toch dat er hier nog één eigenschap ontbreekt, of twee eigenlijk. Hoe behandelt de software nou klantgebonden data? En wat gebeurt er als bepaalde gegevens of documenten met andere apparatuur, bijvoorbeeld op een personal computer, gemaakt worden? Monitor 1. Nee, sorry. Eerst monitor 3, alstublieft. Die kan het u uitleggen. In de praktijk blijkt telkens weer hoe belangrijk een efficiënt en toegankelijk bestandsbeheer is. De serie 2000 werkt met een boomstructuur. Hiermee kunt u bestanden opbouwen waarin klantengegevens systematisch zijn gerangschikt. U kunt een bestand zowel vinden door het met de cursor aan te wijzen op de inhoudsopgave als via menubesturing of door het intikken van de bestandsnaam. Net zo snel kunt u zetopdrachten op de vaste schijf opslaan, kopiëren, een nieuwe naam geven, samenvoegen of wissen en desgewenst op een magneetbandstreamer dumpen of archiveren. Met de uitgebreide conversiesoftware kunt u externe bestanden moeiteloos overnemen om nieuwe bestanden aan te maken, teksten aan te vullen of te combineren en dit alles zonder de originele bron te veranderen. Zelfs afbeeldingsbestanden die bijvoorbeeld met de Adobe Illustrator zijn aangemaakt, kunnen worden overgenomen door de serie 2000. Ik moet toegeven, deze serie 2000 begint me aardig aan te spreken. Maar nu is dan wat anders. En wel, hoe ziet de hardware er nu uit? Wat heeft de serie 2000 daar te bieden? Monitor 2, alstublieft, meneer De Groot. De serie 2000 kan in 3 stappen worden uitgebreid naar de eisen van de gebruiker. Het werkstation 2100T voor tekstinvoer heeft een RAM-geheugen van 512 kilobyte en 2 diskettenstations van 1/2 megabyte elk. Maar het werkstation 2200C, waarmee u tekst invoert en opmaakt, biedt zelfs nog meer. Een RAM-geheugen van 2 megabyte, een vaste schijf van 40 megabyte en een magneetbandstreamer van 90 megabyte voor selectieve opslag en archivering van gegevens. Paradepaard van de serie 2000 is het werkstation 2200G voor integratie van tekst en beeld. De 2200G is voorzien van een vaste schijf van 70 megabyte, een streamer van 90 megabyte, een Apple Talk interface en de Linotype Scanner 20. Alle 3 de werkstations hebben een monochroom 35 cm beeldscherm met een resolutie van 720 bij 350 beeldpunten en een Linotype toetsenbord. Werkstation 2200G kan ook worden uitgevoerd als grijstrapbeeldscherm met een nog hogere resolutie. Dit kan meer dan 250 grijstinten weergeven en is daarom bij uitstek geschikt voor hele pagina opmaak. De snelle microprocessor garandeert een hogere verwerkingssnelheid bij alle 3 de werkstations. De hele MS-DOS-wereld is toegankelijk om gebruik te kunnen maken van de grootste softwarebibliotheek ter wereld. Ook andere desktop-software met PostScript-uitvoer kunt u toepassen. Grotere configuraties met meerdere werkstations van de serie 2000 zijn trouwens ook mogelijk in combinatie met een AppleTalk-netwerk. Een lokaal netwerk waarmee de werkstations onderling kunnen communiceren en gezamenlijk gebruik kunnen maken van randapparatuur is eveneens beschikbaar. Linotype lijkt op elke vraag een antwoord te hebben.
Maar toch, ik veronderstel zoiets gewoons als een kopje koffie heeft u zeker niet. Oh, dat spijt me. Daar ben ik niet op geprogrammeerd. En zodoende heb ik er ook niet aan gedacht het u te vragen. Ah, dank u. Toch, één ding is me nog steeds niet duidelijk. Voor zover ik het tot nu toe volgen kan, is de Linotype Serie 2000 ideaal voor mensen die zich voor een nieuw systeem interesseren. Wat moet nou iemand die al met de Serie 300 werkt? Ik ben blij dat u deze vraag stelt. Kijkt u even naar monitor 4. De werkstations 2200C en 2200G verstaan net zo goed de taal van de serie 300. Gegevens kunnen uitgewisseld worden via een LCI-interface die is ingebouwd in een CR-terminal of terminal 300. Maar ook diskettes van de serie 300 kunnen probleemloos worden ingelezen. En waarin voorziet Linotype voor de serie 2000 aan de uitvoerzijde? Alle laserbelichters van Linotype. Hier de Linotronic 100. Hier de Linotronic 300. En hier de Linotronic 500. Ze zijn er allemaal geschikt voor. En goedkope correctieproeven in ware gedaante maakt u met de laserprinter. Door de PostScript-rep zijn de laserbelichters van de Linotronic-serie vrijwel de enige zetmachines die de pagina-beschrijvingstaal PostScript in feite de industriestandaard begrijpen en kunnen uitvoeren. De combinatie van het werkstation 2200G en de Linotronic 100P met geïntegreerde PostScript-rep is de uiterst voordelige instapconfiguratie voor gecombineerde tekst- en beeldverwerking. De Linotronic 300 met een aparte PostScript-rep staat garant voor de uitvoer van tekst en beeld in absolute topkwaliteit. En de Linotronic 500 heeft een uitvoerformaat van liefst 46,5 bij 65,5 centimeter. Daar komt nog wat anders bij. Alle Linotronic gebruikers hebben toegang tot de voortreffelijke en wereldberoemde Mercantile Letterbibliotheek met een praktisch onbeperkte keuze. Ik moet wel zeggen, deze serie 2000 begint indruk op me te maken. Eén laatste vraag echter nog. Hoe open is dit systeem voor toekomstige ontwikkelingen? De serie 2000 is gebaseerd op een open systeemarchitectuur met een consequente toepassing van de industriestandaards. Dit geldt zowel voor de hardware als voor de software. Het systeem kan daarom steeds dynamisch meegroeien. Geschikte nieuwe technologieën kunnen te alle tijden in het systeemconcept worden opgenomen. En, meneer De Groot, had u verder nog iets te vragen? Wacht even. Nee, ik denk het niet. Dank u, meneer De Groot. Maar ik zou willen dat u nog even blijft zitten. Ik wil de presentatie graag nog even afronden. Zoals u hebt kunnen zien, voldoet de serie 2000 van Linotype aan alle eisen die gesteld mogen worden aan een flexibel en professioneel zetsysteem. Vanaf gemakkelijke tekstinvoer tot efficiënte tekst- en beeldintegratie. Dit wat de techniek betreft. Maar achter die techniek staat een fabrikant. En dat is Linotype. Linotype is al meer dan 100 jaar een deskundige en betrouwbare partner van de grafische industrie. En als Linotype-gebruiker hebt u maar met één vertegenwoordigende onderneming te maken. Dat garandeert efficiënte service zonder aansprakelijkheidsproblemen. Via Tetterode Nederland garandeert Linotype u professionele en persoonlijke ondersteuning met advies, scholing en instructie, macro-service en vakkundig onderhoud van uw software en apparatuur. De Linotype-serie 2000. Het compacte en complete pre-press systeem.